Hallo, hier ben ik weer, jongens. Wow, mijn stem is ook even naar de kloot of zo. Maar dat maakt niet uit. Hey, mensen. Hey. Ja, ik heb voor jullie vandaag weer een hele plezante video voor jullie. Dit weekend was ik weer weg. En ik heb gevlogd. Yes. En wat heb ik gevlogd? Veel. Eigenlijk niet veel. Wacht, ik weet al eigenlijk amper wat ik nog heb gefilmd. We beginnen bij morgen, bij 's morgens. Dat was alles, want ik moest naar school. Dus ik deed mijn jas aan en ik vertrok. Ik ga jullie nog uitleggen wat ik ga doen, maar het moet een verrassing blijven, jongens. Hè? Het moet een verrassing blijven, natuurlijk. En daarna ga ik mijn statief anders zetten, want het is zo'n lelijke kant nu of zo. Is dat niet beter zo? Ja, dat is beter. Dat is veel beter, jongens. Twee vakjes van mijn klas. Niks interessant, natuurlijk niet. Helemaal niet. Mijn haar heeft ook al wel beter gezeten. What the fuck? Maakt niet uit, joh. Hè? Maakt niet uit. Maakt allemaal niet uit. Ik moest wachten op mijn trein. En er kwamen leuke vrienden van mij mee naar de Starbucks. En jammer genoeg had mijn trein een uur vertraging. Dus ik moest een uur wachten. Toen waren de twee anderen met mijn camera bezig. Heel leuk. En die jongen probeerde ook even te vloggen. Maar je hoort zijn. Hoe noemde dat ding? Hier. Zijn vingers stonden op de microfoon. Dus je hoort het niet zo duidelijk. Maar ja, hij probeert het. Ik vind het een goed begin. Hij moet toch een channel beginnen, denk ik, hè? Ja. Alex is weer eens heel sociaal aan het doen. En jij eigenlijk ook. Allebei heel sociaal. Ik ben eigenlijk de enige die niet sociaal aan het doen. Toen werd ik depressief omdat ik moest wachten en ik haat wachten. Je zegt zo van, dat heeft zo'n soort. En toen het superieure moment, ik kwam in Roosendaal met zo'n kere kut baggertrein of zo. En wie kwam ik tegen? Je ziet het hier. Heel toevallig kom ik Ryan tegen. Ja, plotseling hoor. Maar Ryan gaat naar huis en ik ga naar Amsterdam. Dus. Ja. Dat is echt wel random. Vandaag hebben wij zo een rare fotoshoot gedaan. Nou, dat was echt raar. Ja, het was Ryan. Oh my god. Nee, dat was fucking random. Ryan die kwam net terug van een fotoshoot of zoiets. En ja. Dus hij was daar ook. Heel raar. Hij ging terug naar huis en shit. Dus ja. Bij Shaquille aangekomen ging het brandalarm af. Heel leuk geluid ook. Gaat fout. Het alarm is afgegaan! Het is gedaan. Mijn oren zijn nu wel naar de kloten. Joey is fucking gay. En ja, het was morgen, de dag daarna dus. Dus ik deed mijn woordje. Of hoe dat je dat ook mocht noemen eigenlijk. Het is morgen. Hey, mijn keel is echt. Ik heb zoveel last van mijn keel. Maar dat maakt niet uit. We zijn nu. De zon schijnt wel mooi eigenlijk. En ik denk dat ze beneden eten zijn aan het maken. Dus dan gaan we naar beneden. Mijn keel doet zoveel pijn. Ik dacht ja, ik ga een videoclip filmen. Echt een goed idee van mij, kijk. Mag ik zien wie jij echt bent? Alle woorden die je kent, toen zeg ik. En het beste moet nog komen. Wow, echt special effects en shit. Je moet deze shit checken. Wow, check, check. En de bedoeling was eigenlijk dat we een paar video's gingen opnemen bij Shaquille. En dit is eruit gekomen. Oh. Kap! Stop! Kap! 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 Je bent vervelend! En nu komen we alweer aan het laatste stukje dat ik heb gefilmd. En het laatste stukje, dit dus. Geniet van het laatste stukje. Ik ben terug naar huis aan het gaan. Jee. Dus ja, leuk. Het is nu 18:35. Leuk. Ik ben waarschijnlijk. Yes, yay, wow. Zwijg. Nee, ja. Ja.
Eva Matthies. Ja, ik denk dat dit een video was of zo. Ja. You can stop, can stop my zwijgen bijna with you of zoiets. Maakt niet uit. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken, denk ik. Ja, dat was het, denk ik. Ja, ik bedank jullie voor het kijken. Ik ben vandaag iets enthousiaster. Ik hoop dat jullie het gemerkt hebben. Oké, ja. Ja, like de video. Er komt vrijdag nog een video online met Morgan. Er staat een video op haar channel. Moet je maar eens checken. Ja, dat was het weer al, denk ik. Ja. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik ga waarschijnlijk dit weekend naar Gio of naar Joey. Dus dat ga ik ook weer filmen. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Dat heb ik al gezegd. En dan spreek ik jullie tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren en dat blauwe duimpje omhoog. En ja, dankjewel. Doei.